separate us from your love. No height or depth can stand between us. No power on earth or all creation. No life or death can separate us from your love. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog een aantal andere vrouwen die hem vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op. En hij rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen nog maar de linnendoeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. I shouldn't be alive. My future was 6 feet under, 1 foot in the grave, my hopes to be saved. I shouldn't be alive, but I'm a miracle child. Defied every diagnosis, and was close as it came, I can stand here and say, I'm a miracle child. Death, where is your sting? My Savior's word is final. I am resurrected, blood protected. I am a miracle child. If you're facing the odds, beyond is saved. There's no life he can raise. No, your wounds aren't too great. He's a miracle God. Cause he shouldn't be alive. His body was 6 feet under, 3 days in the grave. But I
Mijn dieptepunt is geweest dat ik door mijn vrouw uit huis ben gezet, omdat ik het gewoon zo bond gemaakt heb met alcohol en drugs. Dat ik mezelf compleet verloren ben en hele grote fouten heb gemaakt. Ik denk dat ik nooit echt van Jezus vandaan ben geweest, omdat ja, mijn ouders die zijn gewoon, ik ben gewoon opgevoed met een heel liefdevol gezin die zoveel geeft om Jezus. Ja, de doop heeft mijn leven echt 180 graden gedraaid eigenlijk. Daarom heb ik me laten dopen. Ik ben gewoon vrijgemaakt van alle schuld en schaamte. Verlost van het kwade. En ik mag een nieuw leven beginnen samen met hem. Hey, ik ben gedoopt omdat ik een nieuw leven wou beginnen samen met Jezus. En het oude leven achterlaten. Ik laat alles achter me. Al het oude laat ik achter me en ik wil helemaal schoon en nieuw beginnen. Mijn hele denken en doen ja, is gewoon zo gigantisch veranderd, zeg maar. De Heilige Geest is in mij gekomen en ja, van daaruit heeft hij mijn ziel bij elkaar geschraapt en daar is hij vol mee aan de gang gegaan. Mijn oude leven voor Jezus is compleet anders als nu. Jezus is mijn redder. Er valt niets meer over te zeggen. Ik heb mijn wil volledig overgedragen, omdat het één grote puinzooi is geworden. En nu word ik geleid door Jezus. De opstanding van Jezus betekent voor mij dat ik samen met hem mag opstaan. Dat ik een nieuwe identiteit in Christus mag opbouwen. En dat is een identiteit die vaststaat. Het kwaad overwonnen. Vrijgemaakt van zonde. De opstanding van Jezus betekent dat ik vergeven ben met alle fouten die ik mag maken in de wereld. Dat ik er mag zijn zoals ik ben. Ook met mijn fouten, want die fouten, als ik daarmee bij Jezus kom, zijn die vergeven omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Goedemorgen, Mozaïek. Zullen we met elkaar gaan staan en zingen voor onze opgestane Heer. Hij die leeft in ons en door ons. En door wie wij een levende getuigenis mogen zijn. When you're the living, breathing God of glory. I'm a living, breathing testimony. You're the God who raised him. Story to a living, breathing testimony. You're the living, breathing God of glory. I'm a living, breathing testimony. You're the one who raised the dead and story to a living, breathing testimony. And death, where is your sting? My Savior's word is final. I am ready.
Halleluja. Halleluja. Het graf is leeg. Jezus leeft. Een hele goede morgen op deze paasochtend. Wat een feest om hier te zijn. En ja, inderdaad. Ga lekker zitten. Hé, wat is het goed om hier te zijn vanmorgen. Om dat feest van nieuw leven met elkaar te vieren. Want het graf is leeg. De stilte is voorbij. Er is nieuwe hoop. Er is nieuw leven. Ook voor jou. En wat is het goed om hier te zijn vanmorgen en ook te mogen vieren samen met zoveel mensen die dat nieuwe leven hier omarmd hebben. En vandaag zeggen, hey, ik wil daarin een stap gaan maken. De stap van de doop. En de dopelingen zitten hier voor me. En misschien kunnen we beginnen met hen te laten staan. En hen even welkom te heten vanmorgen. Ja. We gaan jullie... Ga lekker zitten. We gaan jullie zo ook uitgebreid voorstellen nog. Maar ik wil gelijk maar van de gelegenheid gebruik maken. Want misschien zit je hier en ben je voor het allereerst hier in Mozaïek. En speciaal gekomen juist voor een van de dopeningen. Weet je dan meer dan welkom. Misschien voor de allereerste keer in een kerk. Nou, dan hopen we dat je je snel thuis zult voelen hier bij ons. En dat je een goede tijd samen ook met de mensen om je heen en de mensen die je dierbaar zijn mag hebben. Nou, voor in ieder die hier zit, hoe je hier ook gekomen bent, met wat voor verwachting ook. We hebben een prachtige feestelijke dienst vandaag. Welkom. Welkom ook aan de kijkers thuis. Misschien ben je bij elkaar gekomen in een family. Of zit je gewoon met mensen thuis samen te kijken. Vanuit een bed, een ziekenhuisbed. Vanuit de auto mee te luisteren. Waar vandaan ook, weet je ook. Van harte welkom bij deze paasdienst. Hé, hey, ik zei het al, we gaan een mooi feest hebben vandaag met elkaar. Dat betekent dat we veel liederen gaan zingen. Maar ook dat we gaan luisteren naar Nelinda. Nelinda zal spreken vanmorgen. Ze gaat het zeker hebben over paas, over de doop en hoe die dingen bij elkaar komen. En over getuigen zijn. En als het gaat over getuigen zijn en over verhalen, dan mag ik je nu vast vertellen, straks na afloop van de dienst, als je weer naar buiten gaat, de zaal verlaat, dan krijg je dit prachtige magazine in handen. Het Mozaïek Magazine. Ze hebben ongelooflijk trots op voor de handen die dit blad weer zo prachtig gemaakt hebben. Maar ook voor de verhalen die daar weer in staan opgetekend. Verhalen van mensen die nieuwe hoop, nieuw licht, nieuw leven hebben ontvangen en daar graag van getuigen. Dus neem hem mee en lees hem lekker op je gemakje ergens deze komende dagen. Goed om ook te weten, als we straks aan het einde zijn van de dienst, dat er ook mogelijkheid is om de dopelingen straks ook uitgebreid te kunnen feliciteren. Dat doen we straks in de foyer. Dus van harte daar alvast voor uitgenodigd om dat ook te doen. Nou, we hebben de dopelingen al even laten staan. We hebben heel veel mensen welkom geheten. Maar het is zo goed om zo daar ook even een moment voor te nemen om elkaar ook te zien. En als we dat gaan doen, dan wil ik je direct ook uitnodigen voor de collecte. Om bij te dragen aan het werk wat God aan het doen is. Verhalen die God nog steeds aan het schrijven is. Ook vandaag weet ik zeker dat er weer nieuwe verhalen geschreven zullen worden. En dat kan, je ziet hierachter een QR-code. Die kun je zo even rustig scannen. En op die manier kun je ook meebouwen aan dat wat hier gebeurt. Maar ben je onze gast, weet dan ook dat je dit moment gerust ook voorbij mag laten gaan. En als je wil geven, dan kan dat op deze manier. Of straks ook aan het einde van de dienst in de vorm van een collecte. Als je nog wat contant geld hebt, wat je daar graag wilt achterlaten, dan kan dat. Nou, zullen we dan nu ook even de tijd nemen om te zien wie er naast je zit, om je heen zit. Misschien kun je even vertellen waarom je hier gekomen bent, voor wie, met wat voor verwachting. Het is natuurlijk heel lastig om nu al deze heerlijke gesprekken weer te beëindigen. Maar dat ga ik toch vragen.
Want ik wil heel graag de dopelingen aan je voorstellen. En daarom ben ik even van het podium afgestapt. En hier naar voren gestapt. Anja, jij bent de eerste. Wil jij jezelf voorstellen en vertellen waarom je je wil laten dopen? Ja, ik ben Anja Diepeveen. En ja, ik wil me laten dopen omdat uiteindelijk alles om Jezus draait. En ik meer verlang van meer van zijn geest in mijn leven. En van meer van Gods glorie in deze wereld. Wauw, dankjewel. Hi, ik ben Esra Hof en ik wil me laten dopen omdat ik een kind van Jezus wil zijn en met hem wil sterven en opstaan in een nieuw leven. Ja. Prachtig, dankjewel. Hi, ik ben Tika Wijnandshof en ik wil me laten dopen omdat ik mijn leven aan Jezus wil geven. En ja, ik wil gewoon een discipel zijn van Jezus en met hem sterven en opstaan in een prachtig nieuw leven. Super, ja. Dankjewel. Ik ben Anne van Emden en ik wil me heel graag laten dopen omdat Jezus het licht is in mijn leven. En ik wil me voor altijd en in alles wat ik doe door zijn liefde laten leiden. Dankjewel. Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Daan Bosscha. En ik laat me dopen vandaag omdat Jezus voor mij gekozen heeft. En nu kies ik voor Jezus. Ja. Zo is dat. Mooi. Hallo, ik ben Joyce van Hattem. En sinds God in mijn leven is, ervaar ik heel veel rust. En daarom wil ik me heel mijn hart Jezus volgen. Ja. Hi, ik ben Eden de Kloe. En ik wil mij laten dopen omdat ik Jezus wil volgen. En de rest van mijn leven met hem wil zijn. Dankjewel. Hoi, ik ben Rosalie Spreij. En ik wil me laten dopen omdat ik voor de rest van mijn leven de Heer Jezus met heel mijn hart wil volgen. En alles aan hem wil geven. Dankjewel. Hoi, goedemorgen allemaal. Ik ben Frank van Hattem. Ik heb de laatste 3 jaar best wel veel dingen meegemaakt, waardoor ik op een keuze kwam dat je eigenlijk maar 2 keuzes hebt in het leven. Of je kiest voor het goede van God, of voor de tegenpartij. Nou, dan is die keuze gauw gemaakt. En dus vandaag hoop ik alles achter me te laten en gewoon opnieuw te beginnen helemaal. Ja. Samen met God. Ja. Dankjewel. Hoi, ik ben Aafke. En voor mij is dit een nieuwe start met God, omdat ik nu eindelijk een heleboel jaar voor het eerst in mijn leven een relatie met hem heb die levend is. Wow. Hoi, ik ben Dionne Versteeg en ik wil al het slechte achter me laten en voor Jezus kiezen. Hoi, ik ben Charlotte van Tel en ik wil mijn hele verleden achter me laten en met Jezus verder lopen. Prachtige verhalen. En als je meer van die verhalen wil horen en de achtergrond en wat er verder nog toe geleid heeft om deze stap te zetten, dan wil ik je ook uitnodigen om die verhalen ook op te zoeken. En dat kan, want hun getuigenissen staan ook op de website en dan blijven ze ook nog even staan. Dus als je vanmiddag denkt, hey, ik wil eigenlijk nog veel meer horen van wat is precies het verhaal? Wat is precies het verhaal? Dan kan dat. Doe dat dan ook. Jan-Alien, kom erbij. Voordat we naar Nalinda gaan luisteren, wil ik graag ook deze dienst ook verder opdragen in gebed. Hij leeft. U leeft. Halleluja. Heer, wat een feest is dat. En dat feest mogen we vandaag vieren. Met zoveel mensen hier bij elkaar in deze zaal. Hier en op zoveel plekken hier in Veenendaal. In Nederland. In Europa. In de wereld. Op zoveel plekken vieren we dat u leeft. En Heer, we danken u voor dat wonder. En we danken u dat omdat u leeft, wij nieuw leven kunnen ontvangen. Vader, dank u wel daarvoor. Dat maakt ons stil en tegelijkertijd uitzinnig van vreugde. En Heer, ik bid u zo dat deze hele dienst een dienst mag zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. Dat we u mogen prijzen deze ochtend. In ons zingen, maar ook in ons luisteren. Heer, we danken u voor Nalinda die zich voorbereid heeft om ook
een woord met ons te delen. Heer, dank u wel dat u al daarin met haar bent geweest. Dank u wel voor uw Heilige Geest. En we bidden u, Vader, dat wij ook in ons luisteren, dat u door uw Geest ook spreekt tot ons hart. En zo danken we en bidden we u, ook voor de dopelingen die straks hun getuigenis laten klinken in het bad. En dat we samen deze dienst mogen hebben. Heer, dank u wel voor uw aanwezigheid hier. Amen. Amen. Dankjewel, Nanda. Ja, het is nog even luisteren. Want ik geloof dat als we straks getuigen zijn van de doop, van deze mooie dopelingen, van deze mooie mensen, dat het zo goed is om te weten waarom zij dat pad in zijn gegaan. En vanochtend deel ik een kort stukje met jullie vanuit het woord, het evangelie vanuit het woord. Maar het evangelie zal ook voornamelijk klinken vanuit deze 12 getuigen. En als het gaat om getuigen, misschien ken je dat wel, dat kom je regelmatig op social media tegen. Hè? Getuigen gezocht. Kom je terug van je boodschapjes, zit er een deuk in je auto. Heb je dat wel eens gehad? Ja? Ja, jij wel, hè? Ja. Of dat je terugkomt van vakantie en denkt, hé, dat raampje was niet open. En je mist wat bijzondere dingen. Getuigen gezocht. Wie heeft wat gezien? Alsjeblieft, meld je. Wie heeft deze gebeurtenis meegemaakt? Zijn er getuigen? Op paasochtend waren Maria en een aantal andere vrouwen getuigen, niet van een ongelukje, niet van een inbraak, van de grootste gebeurtenis in de geschiedenis. Het keerpunt in de geschiedenis, het lege graf van Jezus. Wauw, daar zou ik getuige van zijn willen geweest. Jullie? Dat had ik wel willen zien. En dat je dan overweldigd wordt door twee engelen die vertellen, hij is niet hier. Hij is opgestaan. En nu we Pasen vieren als kerk, na Goede Vrijdag, na Stille Zaterdag. Mensen, dit is de kern van onze evangelie. Dit is de kern waarom we überhaupt kerk zijn. Dit is waarom we hier staan, waarom we hier zitten. Omdat Jezus uit het graf is opgestaan. Hij die God was, de schepper van hemel en aarde, kwam naar zijn eigen schepping. Om daar een leven te leven als voorbeeld voor ons. En uiteindelijk alle schuld, alle schaamte, alle pijn, alle ziekte van de hele mensheid op zich te nemen. En zich onschuldig vast te laten spijkeren aan een kruis. Zodat wij die schuld en die schaamte niet meer hoeven te dragen. Jezus kwam om herstel te brengen in onze levens. Jezus kwam om datgene wat ooit zo mooi begon in de Hof van Eden te herstellen door de dood te overwinnen. Death, where is your sting? De dood heeft geen vat meer op ons. Ja, we zullen misschien sterven straks. We gaan allemaal een keer sterven. Maar in Jezus hebben we eeuwig leven. En laten we eens even teruggaan naar dat stukje tekst wat ook in de intro zo mooi voorbij kwam uit Lucas 24. Want wat deden die vrouwen op het moment dat ze getuigen waren van het lege graf? De staat, ze keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De getuigen gingen getuigen. Ze hielden het niet voor zichzelf. Ze gingen vertellen wat er was gebeurd aan de discipelen, aan vele anderen. En uiteindelijk verschijnt Jezus zelfs aan 500 mensen in levende lijden, in zijn opgestane lichaam. Er waren getuigen. En die getuigen gingen getuigen. Ze gingen vertellen van dat lege graf, van de opgestane Jezus. Zodat vele, vele anderen ook deel werden van dat verhaal. Zodat jij, zoals je hier nu misschien zit en volgeling bent van Jezus, onderdeel bent van dat verhaal. Ook wij, ook al zijn we er niet letterlijk getuigen van geweest, mogen getuigen van een opgestane Jezus. En als Jezus uiteindelijk opvaart naar de hemel, staan we straks met hemelvaart bij stil, dan zegt hij dit tegen zijn discipelen. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, in Veenendaal, tot de uiteinde van de aarde. Oké, die stond er niet bij. Maar het is wel gebeurd, hè? Ook wij, misschien nu wel voor het eerst,
hebben dat evangelie gehoord, omdat mensen gingen getuigen. Getuigen zijn van Jezus is een opdracht aan ons allemaal. God zoekt getuigen. Mensen die vanuit hun intimiteit met Jezus leren te worden zoals Jezus was. En van daaruit ook gaan doen wat Jezus deed. Getuigen. En dit is wat de dopelingen vanochtend ook doen. Zij laten door de doop zien: ik ben getuige van een opgestane Jezus. Jezus zegt: bekeer je en laat je dopen. Ze zijn gehoorzaam en ze zijn getuigen van datgene wat Jezus in hun leven heeft gedaan. En elk getuigenis van hun persoonlijke ontmoeting met Jezus is een uitnodiging aan ons voor een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Zullen we naar hun getuigenissen gaan luisteren? En ik begin bij Anja. Anja Diepeveen, je bent gedoopt als baby en je hebt christelijke scholen bezocht, belijdenis gedaan in de kerk, getrouwd, jullie kinderen laten dopen. Past de volwassen doop ook in dit rijtje? Dat is de vraag waarmee jij jaren rondliep. En vorig jaar bij de doopdienst op Eerste Paasdag hoorde jij heel duidelijk in jouw gedachten: neem er een jaar de tijd voor. En dat heb je gedaan. Je mocht het afgelopen jaar verschillende keren een bevestiging ontvangen en schrijft in je getuigenis: nu ik mij als volwassene laat dopen, wil ik de dingen die de relatie tussen God en mij belemmeren in dat doopbad achterlaten. En ik verlang naar meer aanwezigheid van de Heilige Geest, zodat Gods doel met mijn leven steeds meer tot zijn recht komt. Dank voor jouw getuigenis, Anja. Esra. 17 jaar. En je hebt al meerdere moeilijke momenten in je leven ervaren. Daardoor is er een periode geweest waarin je God juist hebt weggeduwd. En je aan het strijden was tegen het geloof, maar ook tegen jezelf. Tot er een omkeer kwam. En je besefte dat God de enige is die je nodig hebt. Je bent toen op je knieën gevallen en hebt het letterlijk uitgeschreeuwd naar God. En vanaf dat punt merk je dat het beter gaat en krijg je hulp. En vorig jaar op opwekking was je bij een dienst waarin werd gesproken over vergeving. En je ervaarde dat je vergeving nodig had van God. En je bent naar voren gegaan voor gebed. Er viel een last van je schouders, want God vergeeft. En het voelde als een nieuwe start die je vandaag wil bevestigen door de doop. De hand die hij duidelijk naar jou heeft uitgestrekt, wil je nu aanpakken en ja zeggen tegen hem. Tika, zussen. Tika Wijnandshof. God is altijd al in je leven geweest. Maar juist op het moment dat de relatie uitging met de persoon die later alsnog je man is geworden, heeft jouw geloofsleven zich versterkt. Juist in dit dieptepunt voelde je dat het tijd was om aan jezelf te gaan werken. Je nam echt de tijd om aan jouw relatie met God te bouwen. En achteraf kan je zeggen dat je je gedragen voelde door je hemelse vader. En je ziet uit naar een leven met God waarin je jezelf verder mag ontplooien tot een discipel van Jezus. En ook de mensen om jou heen mag inspireren. Lang heb je gedacht dat je een perfecte christen moet zijn om je te laten dopen. En dat ben je niet de enige in, denk ik. En nu weet je dat God van jou houdt. Zijn genade is ook voor jou. En hij is de weg, de waarheid en het leven. Mooi. Anne. Je bent 19 jaar. Je hebt naast een mooie opvoeding bij je moeder ook een turbulent leven gekend tot nu toe. Je kent een ingewikkelde relatie met je vader en je hebt heftige schoolperioden gekend. En dit kwam na je afstuderen er allemaal uit door angst en veel paniekaanvallen. En die aanvallen waren zo heftig dat het voelde alsof je leven voorbij was, zei je. Maar dit waren ook weer die momenten waarop je God vond. Je bent sinds dit jaar ook naar Mozaïek gekomen. En toen je voor het eerst bij Mozaïek kwam, raakten de zinnen: we hebben op je gerekend. Je mag komen zoals je bent. En we zijn een kunstwerk van gebrokenheid. Die zinnen, die hielpen je diep. Je bent er nog niet. Maar je bent al wel heel ver gekomen. En je gelooft dat je met God aan je zijde alles aan kan. Je verlangen is dat jouw verhaal een getuigenis mag zijn voor de vele anderen die dit nu horen, hier in de dienst, maar ook in de livestream. En dat je Jezus mag weerspiegelen door jouw leven heen. Dank je wel. Daan Boscha, 18 jaar.
En jouw geloof heeft zich enorm verdiept nadat je afgelopen zomer een reis hebt gemaakt naar Roemenië. En tijdens deze reis heb je ervaren dat waar je ook heen gaat, Gods liefde en kracht met jou meegaat. Je hebt ook lastige momenten gekend de afgelopen jaren. Maar juist ook nadat je je leven aan God hebt gegeven, heb je ervaren dat je werd aangevallen. Maar in die lastige periode maakte God een weg voor jou. Jezus heeft zijn leven gegeven om jou te redden. En nu, zoals je net al zei, geef je jouw leven aan hem. Daan. En dan komen we bij Joyce en Frank van Hattem. Joyce, toen jij als kind in Spanje woonde, wist je wel dat er een God was? Ook al gingen jullie van huis uit niet naar de kerk. Je vertelde dat je samen met je zusje een kerkje maakte. In een kast. En zo leerde je een soort van beetje te bidden. Je ging later ook nog wel eens met vriendinnen mee naar de kerk. Maar toen je ouder werd, verloor je die kinderlijke verbinding met God. Het laatste jaar stapte je samen met Frank een zoektocht in naar God. Je bent het Bijbelleesplan begonnen. Je bidt. Je hebt rust gevonden. En ook als er nog moeilijke dingen gebeuren, ervaar je rust. En samen gaan jullie nu zo'n 4 maanden naar Mozaïek. En je hebt God gevonden en je wilt hem niet meer loslaten. En daarom laat jij je dopen. Mooi. Frank, van huis uit helemaal niet met kerk en geloof opgevoed. En als je nu terugkijkt, dan zie je dat God wel altijd bij je is geweest. En op een gegeven moment is het jou duidelijk dat je voor God wil kiezen. Je weet dat je voor God wil kiezen, maar je weet gewoon niet hoe. En je weet dat het door de doop is. Maar hoe dan? Je bent nog zo onbekend met de kerk en met geloof. Dus ga je op internet zoeken naar een kerk. En via Instagram kom je uit bij Mozaïek. Dat is social media toch nog best wel mooi, hè? Ja. Ja, soms wel. En door de diensten is jullie geloof gegroeid en ervaar je zoveel vrijheid. En als je bidt, ervaar je zo'n rust. En jullie wisten eigenlijk niet van elkaar dat je op zoek was naar God. Maar jullie hebben beide God gevonden en gaan samen dat dooppad in. Absoluut. Eden de Kloe, 14 jaar, gelovig opgevoed. Maar je voelde nooit echt een verbinding met God. Sinds 2 jaar is daar iets in veranderd. En dat begon doordat je voor het eerst op Waycamp ging. En ja, er was in de vorige dienst ook al 2 getuigenissen vanuit het Waycamp. Dat is van onze jongeren een kamp waarin onze jongeren ja, echt een te gek weekend hebben met elkaar, maar ook met God. En daar heb je echt op de laatste avond God ervaren. Heel bijzonder. Hij raakte je en voordat je het wist, brak je in traan uit die niet meer stopte. Je getuigt ook dat de afgelopen tijd God je heeft geholpen om af te rekenen met bepaalde zonden in je leven. En je wilt je nu laten dopen om juist ook dat achter je te laten en met God te gaan en hem te betrekken in alles wat je doet. Rosalie. Jouw hele leven heb je klap na klap te verwerken gehad. Ik heb je getuigenis gehoord. Je hebt je zo alleen gevoeld en niet goed genoeg. En op een of andere manier heb je nooit opgegeven. En de kracht gekregen om door te gaan. Alsof God er elke keer jou weer er doorheen heeft getrokken. Je hebt letterlijk ervaren dat Jezus zegt, kom maar bij mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. En daarin gaf God ook jouw opa in je leven. Iemand die er altijd voor jou is geweest en die jou ook heeft geholpen in je geloof. Vandaag wil je je oude leven achter je laten en een nieuw leven beginnen met Jezus. Aafke de Vries. Je bent met je vriend Ilko meegegaan naar Mozaïek onder het mom van, ik wil best af en toe met je mee, maar meer gaat het niet worden. Tot je in de dienst geraakt wordt door de Heilige Geest. Je raakt geëmotioneerd, maar dacht, ach, dat komt omdat ik moe ben. Maar een volgende dienst gebeurt hetzelfde. En in de weken erna word je steeds meer naar het geloof toegetrokken. Je leest veel, je luistert podcast en worshipmuziek en je gaat de Alpha-cursus volgen. Waar je met al je vragen en twijfels leert over het geloof. En toen kwam het besef. Ik hoef niet alles te snappen om in God te geloven.
Het geloof is nu van je hoofd naar je hart gezakt. En je weet dat je een kind van God bent. Je laat je oude leven achter je. En je wil hem gaan volgen in dit nieuwe leven. Dione Versteeg. 17 jaar. En enige tijd geleden, ook al ben je nog hartstikke jong, zat je op een punt in je leven dat je echt geen licht meer zag. Het lukte niet om uit die negatieve spiraal te komen. Het enige wat je kon doen, was bidden tot Jezus. Die je kende vanuit de verhalen van de basisschool. Lieve leraren en leraressen. Je leerde bidden tot Jezus. Die je kende vanuit de verhalen van de basisschool. Je wist alleen niet of hij je zou horen. Je wist niet of hij je zou accepteren zoals je was. Maar elke avond naar het bidden voelde je je telkens weer wat lichter. 4 februari was je hier bij een doopdienst en hoorde je Jezus tegen jou zeggen: kom tot mij, laat je dopen. Je bent nog bezig met je herstel, maar met Jezus aan jouw zijde weet je dat het goed gaat komen en heb je er alle vertrouwen in. Dank je wel. En de laatste, Charlotte. Charlotte van Tel, je bent 19 jaar, niet christelijk opgegroeid. Toen je 3 jaar was, gingen je ouders scheiden. En daar kreeg je last van toen je ouder werd. In de puberteit kreeg je te maken met foute invloeden, verkeerde vrienden. En in die tijd heb je zelf ook verkeerde keuzes gemaakt, zeg je. En hebben anderen jou ook nare dingen aangedaan. Toen kwam je echter in contact met een mooie vriendengroep. En die gingen naar de Mozaïek. Je ging een keer mee. Je was onder de indruk. Je zei: hoe kunnen nou zoveel mensen geloven in iets wat je niet ziet? De tweede keer ervaarde je dat de preek helemaal over jou ging. En je ervaarde toen ook de openheid om over je verleden te praten met God en met je vrienden. Er viel een last van je af toen je dat hebt gedaan. En je kreeg zo'n verlangen om Jezus te volgen. Met de doop vandaag wil je jouw verleden achter je laten en samen met Jezus jouw weg vervolgen. Dank je wel voor jullie getuigenis. Ik wil vragen of de dopers in het bad gaan staan. We gaan dit vieren. Deze getuigenissen, dit wat God doet in mensenlevens, gaan we vieren. En lieve mensen, God is dezelfde. God is trouw. God is de Alfa en de Omega. En de God die hij is voor de dopelingen, wil hij ook voor jou zijn. Misschien herken je je wel in een van de verhalen en denkt: oh, zou God dat ook voor mij kunnen zijn? Ja, God wacht op je met open armen. Zullen we met elkaar gaan staan en dit moment gaan vieren? Laten we zelf ook echt God aanbidden en prijzen voor wat hij doet in jou en mijn leven en in het leven van de dopelingen. Op de derde dag.
De lampe loopt, de blinde ziet, zie iets nieuws ontkiet. Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven. Het donker vlucht, de leugen zwijgt, elke vijand wijkt. Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven. Hoor jij ook ons
Zoon van God die alles gaf. Prijs de naam van Jezus. Zie het lege graf, wat Hij voorspeld heeft is volbracht. Zelfs de dood verliest haar kracht door de naam. De duister verdrongen. Hij leeft, hij leeft. Laat in de wereld het horen dat Jezus leeft. In hoop, door het offer van God zal voor een Jesus, yours is the victory.
opgestane Heer. En we willen u bezingen, we willen u aanbidden deze ochtend. Want u bent het zo waard onze lof, eer en aanbidding te ontvangen. Want u bent groot en u bent goed. En uw naam staat ook boven elke andere naam. En we aanbidden u op dit moment. We zingen voor u. Hoe groot u bent. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sing how great. How great. Our God. Sing. How great is our God? Lift your step. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great. How great is our God?
Dopelingen hier nog een hartelijk applaus geven. Prachtig. Daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze dienst. Er komt nog een dienst, een derde dienst. Er gaan nog meer mensen gedoopt worden. In totaal worden deze ochtend 42 mensen gedoopt. Dus het is echt een feest. En mocht je nou zeggen, hier zitten vandaag, deze dag, en je voelt, hey, weet je, dit is eigenlijk ook mijn dag. Dit is eigenlijk ook mijn dag. Weet dan dat het altijd kan. Kom dan eventjes hier rechts aan het podium. Maak je even bekend. Dan hebben we even een gesprekje. En dan kunnen we kijken of dat ook in de volgende dienst nog mogelijk is. Nou, we gaan afsluiten. De dopelingen gaan al naar de foyer. Daar kunnen ze zo gefeliciteerd worden. Dus doe dat ook. Mocht het nou zijn dat je om andere redenen deze dienst ook geraakt bent en voelt van, hey, ook om die reden is het voor mij nog niet klaar. Het getuigenis wat geklonken heeft vanuit de dopelingen, of juist dat ene zinnetje wat Linda sprak, dat resoneert zo in mij. En ik heb behoefte aan gebed. Weet dat dat kan. Links en rechts van het podium zijn mensen van het ministry team. Dat zijn mensen die met en voor jou willen bidden. Dus doe dat ook gerust. Nou, dan sluiten we deze dienst nu af in gebed. En dan wil ik ook zegen bidden. Lieve Vader, wat bent u goed.
We danken u voor dit feest, voor deze dag. En we danken u dat het feest nog niet klaar is. Heer, dat we door mogen gaan met dopen. Dat we door mogen gaan met mensen hun getuigenis laten klinken vanaf deze plek. Heer, maar we mogen ook weten dat het hier niet stopt. Maar dat u met ons meegaat. Uw geest gaat met ons mee op al die plekken waar wij komen. Waar we u mogen zoeken en waar u uzelf laat vinden. En waarin we mogen getuigen daar waar we u gevonden hebben. Heer, dank u wel dat u daar bent. Altijd. Amen. Hele goede zondag. That's calling out with heaven's breath. Who's reaching wide to save our souls? Only you. What is this grace that makes no sense? That we could never recompense. Who gives us all a second chance? Only you, only you, only you. Showed the sun how bright to shine. Who shaped the world within his hands? Only you. Or all creation.